Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik bij de Photobooth Challenge doen met Christa. Christa heeft een iMac, dus dit is de enige laptop waarop ik momenteel de Photobooth Challenge doe. Een iMac is geen laptop. Nou, een iMac is een normale computer. Bloeper! En met de Photobooth Challenge is de bedoeling dat je effecten op je gezicht toepast. En dan mag je niet lachen, wat waarschijnlijk echt... niks voor. Oh nee. Ik lijk net een... Oh, nee, het is gewoon komkommer. Komkommer zijn weg. Kijk dit dan. Hey! Kijk, ik heb een S-hand! Ziet je het al? Is er... Ziet je het al? Kijk mijn hand! Samen drukken. Ik leid die vrouw van bedrijfsadministratie wel. Kijk, ik wist altijd al dat ik lange vingers had op piano spelen, maar dit slaat echt alles. Oh, dat is zo charmant. Kijk hier, je moet me al. Ik ben een vampier. Buiten het kader. En dan... achtergrond aangetroffen. Oh wauw. Oeh. Wat een perfecte kwaliteit. Oeh. Oh wacht even. Als je dichterbij komt, dan wordt het beter. Ik kijken. Zit met mijn hoofd in de wolken. Ik voel me als een vis in het water. Dit is wel dikke zonnebril, spiegelwerk. Oeh, dit is wel heel creepy. Je bent creepy. Wow. Oh nee. Even kijken wat... Kijk. Even kijken wat gebeurt als ik dit doe. Oh! Ik heb geen witte, maar zwarte tanden. Heel goed tanden gepoetst, hè, tandarts? In de jaren 80, Christa! Okay. Oh, gosje! Och, jeetje, wat... Oh, wat is dit sepia gekleurd? Echt. Het is zo 2000. Nee, wat? Dit is zo sepia. Oh, meid. Dit is zo jaren 50. Oh, niet geloven. Hoe kunnen we zo ver terug in de tijd zijn gekomen? Samen met een iMac, ja. Samen met onze iMac. Wat? Zin in ass. Wat moet mijn kont? Jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, grappig, interessant? Doe dan even een duimpje omhoog.
Als je op de hoogte wilt blijven van mijn video's, abonneer dan even. Hieronder staat zo'n rode knop met ABB. Je weet het wel. En als je iets wil achterlaten, laat het dan even onder. En vond je deze video nou echt perfect? Zet hem dan even in je favorieten, zodat anderen hem ook sneller kunnen vinden. Deel hem op Twitter, Facebook, alles. En super bedankt voor het kijken. Ciao!